De Frederik Hendriklaan moet op de schop. De riolering moet worden aangepakt en de algehele winkelsfeer kan ook wel wat gezelliger, vindt wethouder Boudewijn Revis. Zo komen er meer bomen en terrassen, wordt de weg versmald en komt er meer ruimte vrij op de stoep. Klinkt als een prima plan, maar niet alle winkeliers denken daar zo over. Nou, op zich zijn we wel blij mee met dat het heringericht moet worden. En dat het weer netjes moet worden, want het is hier en daar dat je denkt van nou, het kan wel wat beter. Alleen er zijn drie puntjes die wel anders kunnen. De uitstalling willen ze terug gaan draaien naar 80 centimeter. En zoals je nu ziet, hebben wij een uitstalling van bijna 2 meter. En zij willen dat nu terug gaan draaien naar 80 centimeter, wat voor ons uiteindelijk toch veel te weinig is. Een aantal parkeerplaatsen wordt omgetoverd tot terras. En de stoep, ook wel de loper genoemd, krijgt een rood-bruine kleur. De tekeningen die we gezien hebben, die zien er schitterend uit. Ik bedoel, dus daar mankeert het niet aan. Maar wat mij met name verontrust is dat er heel veel parkeerplaatsen verloren gaan. Er zijn wel inspraakavonden, alleen de plannen liggen er. En je krijgt het idee alsof er wel inspraak is, maar dat ze eigenlijk gewoon hun eigen ding doen. De rode loper, dat is een ding dat ik denk van nou, dat kan niet. Het is een mooie steen die ze willen gebruiken, maar het is niet een winkelstraat is om te winkelen. Winkelstraat is niet zoals zij dus zeggen, de rode loper is dat mensen kunnen gaan flaneren. Daarentegen heb je ook nog eens een probleem met de fietsers. Er wordt hier heel veel op de stoep gefietst. En ik denk dat een rode loper zeer uitnodigend is om als een soort van minifietspad. Maar er is ook een tegengeluid van ondernemers die de herinrichting wel zien zitten. Ik ben er wel blij mee, omdat ik voorzie dat het eindresultaat prachtig is en we weer voor 80 jaar klaar zijn. Als je nu echt toch goed in de straat kijkt, dan is het toch, begint het sleets te raken. Het asfalt, door het asfalt, het geluid van de auto's, het toch iets te hard rijden. Heeft u er zin in of is dat iets te hard geroepen? Dat is te hard geroepen, maar het is nodig. Het is nodig en je zult zien in 2019 hebben wij weer de mooiste straat van Nederland. En als we dat dan goed promoten, dan hebben we het weer zo lekker druk. De plannen zijn nog niet definitief en worden tijdens een informatiebijeenkomst op 17 oktober voorgelegd aan de buurt. Begin 2019 starten de werkzaamheden.